Hallo jongens en meisjes. Vandaag gaan we een opdracht doen met plasticine. Dus wat neem je? Je neemt een blokje plasticine, klei, speeldeeg of zoutdeeg. Het eerste wat we gaan doen is hem een beetje zacht kneden. Dus knijp er goed in. Zodat hij een beetje zacht wordt en dat je er van alles mee kan maken. Ik ga eerst een bewegingsopdrachtje geven. En ik ga het eerst zeggen en daarna pas zelf doen. Dan kunnen jullie kijken of het goed is. Leg de klei op je neus. Doe de klei op je kin. Doe de klei op je schouder. Doe de klei op je vinger. Doe de klei op je wang. Doe de klei op je voorhoofd. Doe de klei op je oor. Doe de klei op je nek. Doe de klei boven je. Doe de klei achter je. Doe de klei opzij. Doe de klei voor je. Doe de klei naar beneden. Oké, we hebben nu al verschillende dingetjes gedaan. Nu gaan we ze nog eens op de juiste vinger zetten. We hebben onze duim, de wijsvinger, middelvinger, ringvinger en de pink. Zet de klei op je duim. Zet je er maar op, hè. Op je pink. Op je middelvinger. Op je ringvinger. En welke hebben we nog niet gehad? De wijsvinger. Zo. Nu gaan we van onze klei eens een bolletje maken. Jullie allemaal een bolletje? Dan mag je hem nu helemaal gaan plat maken, zodat je een pannenkoek hebt. Ik heb een pannenkoek met een gat erin, dat gaan we eerst nog dichtmaken. Zo. Ik heb een pannenkoek of een koekje. Nu mag je het koekje eens in twee stukjes doen. Ik heb een klein stukje en een groot stukje. Maak er terug één koekje van. En dan gaan we hem nog eens een keer in twee doen. En dan maak jij ook een klein stukje en een groot. Klein stukje koek en een groot stukje. Klein stukje en een groot. We gaan ons koekje terug heel maken. Eventueel terug een bolletje en dan terug een pannenkoek of koek. En nu gaan we hem in twee gelijke stukjes doen. Eentje voor jou en eentje voor je mama of papa. Maar ze moeten proberen het even groot te maken. Zo. Ongeveer even grote stukken.
Het is niet makkelijk, hè? Het even groot maken. Zo, en we doen weer alles samen. Nu gaan we van ons bolletje een worstje rollen. Eventueel op de tafel of in je handen. Zo, ik heb een worstje. En nu gaan we het worstje ook nog eens in twee doen. Eerst een klein, een kort en een lang stukje. Een kort en een lang stukje. Kijk, deze is korter dan de lange. En dan gaan we onze worst weer terug. Een hele worst maken. Zo, ik heb weer een hele worst. Nu gaan we hem in twee stukjes proberen te doen die ongeveer even groot zijn. Deze is een beetje langer, die gaan we een beetje korter maken. Door ze naast elkaar te leggen, kan je ze ongeveer even groot maken. Zo, twee stukjes. Die gaan we terug samen doen. Maak nog maar eens worst. En nu ga je proberen een hele lange te maken, veel langer. Minder dik, dus een lange, smalle worst. Je kan dat doen door te knijpen of door te rollen. Maar pas op, want als hij te smal is, te dun, dan gaat hij kunnen. Dan gaat hij makkelijk breken. Oké. Ik heb een lange worst. Probeer hem ook maar eens vast te nemen tussen twee vingers. Maar pas op dat hij niet afbreekt. Zo. Oké, met deze lange worst gaan we nu eens tussen onze vingers weven. Dus eentje ertussen, zo. En probeer ook maar eens met de andere hand. En misschien eerst rond je duim. Wijsvinger, middelvinger, ringvinger en de pink. Kijk dat hier helemaal tussen zit. Zo kan je proberen een ring te maken. Dan breek je maar een stukje af. Een ringetje. En misschien kan je met de rest nog een armbandje maken. Zo. Een ring en een armband. Ik krijg hem niet helemaal toe. Pak alles maar terug samen. En dan gaan we terug een worstje maken, want dan gaan we een paar vormen proberen te maken. Ik ben er zeker van dat jullie nog wel wat vormen kennen. Daar hebben we pas nog over geleerd. We hadden een driehoek, een vierkant, een rechthoek en een ronde. De eerste die we gaan maken is een ronde. Dus oké, terug een worst maken. Een lange slang. En dan gaan we een rondje maken. Zo, precies een donut. Oké, maak hem maar terug open. En nu gaan we proberen om een driehoek te maken. Een driehoek, die heeft drie hoeken. Dus we moeten ervoor zorgen dat we er twee hebben. En dan nog eentje van boven. Zo, probeer je driehoek maar te maken. Zo, mijn driehoek. 1, 2, 3. Drie hoekjes. We gaan hem weer openmaken. En dan gaan we een vierkant maken. En bij een vierkant hebben we vier hoeken. Eén, twee, drie, vier. Ja, moeilijk om hem rechtop te houden, hè. Als je het te moeilijk vindt, dan leg je hem eventjes op de tafel. En dan kijk je zo of je een vierkantje hebt.
En hij lijkt ook al een beetje op een rechthoek. Kijk, als we nu een beetje platter duwen, hebben we ineens een rechthoek. Dan kunnen we hem ook omhoog zetten. Kijk, want een rechthoek, daarbij zijn die kanten iets langer dan bij een vierkant. Oké, we gaan van ons vierkantje of onze rechthoek terug een bolletje maken. Hop, 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 eet hem maar op. En maak maar een mooie bal. Je kan rondjes draaien op de tafel of in je handen. Zo. Ik heb terug een balletje. Nu gaan we met dit balletje een gezicht maken. Dus eerst de ogen. Dus je mag er met je vinger ogen in steken. Oké, ik heb twee ogen. Voor de neus gaan we zijn neus er eigenlijk uittrekken. Dus als jij een beetje klein nemen, maak je een neusje. Dan hebben we nog oren nodig. Waar zitten die? Hier ergens naast de ogen. Dus dan ga je ook knijpen, een beetje klei eruit nemen, zodat je twee oren hebt. Ons mannetje kan nog niet praten, dus we gaan een mondje erin duwen. Weer je vinger gebruiken. Zo. En dan op zijn kale hoofd gaan we nog een beetje haar maken. Trek het er maar uit. Zo. Hij heeft er zelfs een beetje gel in zitten in zijn haar. Zo. Dit is ons gezichtje. Haren, oren, twee. Neus, twee ogen. En een mond. Terug een balletje. En nu mag je zelf met je plasticine nog iets maken. Iets wat je zelf wil. En dan mag je aan mama en papa vragen om er een foto van te maken. En dan kan je die naar mij doorsturen. Ik ben heel benieuwd wat jullie nog gaan maken. Dag!